Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van Bax Music. Zoek je een leuke, betaalbare concertukulele? Kijk niet verder, of althans, kijk wel deze video verder, want vandaag gaan we het daar ook over hebben. Mijn naam is Jasper en we hebben hier een Vesely FUK118 concertukulele. Vesely heeft heel veel verschillende ukuleles, dus ik kan ook je aanbevelen om nog meerdere video's hiervan te bekijken. Die komen vast wel hier ergens in het scherm en op ons YouTube kanaal. Maar dit is een concert ukulele van Vesely in een mooie naturelle uitvoering. Sapellenhout met een populaire toets en brug. Mooie houtsoort zijn dat en uiterst betaalbaar en toch heel compleet. Er valt niet heel veel bijzonders over op te merken, behalve dat deze ukulele gewoon prima in elkaar zit en gewoon goed werkt. We hebben open stemmechanieken, die zijn aan de achterkant open, met mooie parelmoeren knoppen, die ogen erg chic. En daarbij is het een compleet pakketje, zoals ik eigenlijk net ook al zei. Vandaag spelen we via een Neumann U87 microfoon. Die microfoon die pikt het geluid van de ukulele op en stuurt dat zo door naar de computer, naar jullie toe. Die microfoon die kan nooit 100% hetzelfde klinken als dat jij live in de ruimte bij de ukulele zelf staat in het echte leven. Daarom raad ik je aan, wil je hem horen in het echt of wil je hem met elkaar vergelijken? Kom langs in een van onze winkels en dan kan je natuurlijk altijd de ukulele zelf bespelen en beluisteren. Als je zelf nog niet zo goed kan spelen of je hebt vragen, zijn er altijd productspecialisten aanwezig die je kunnen helpen. En zo kan je de juiste keuze maken voor de juiste ukulele. Ik zal nog wat spelen. Ik heb net met mijn vingers gespeeld. Ik zal nu ook even met een plektrum wat geluiden maken. En zo kan je toch een beeld krijgen van hoe deze ukulele klinkt. Door zijn concertbody heeft hij een wat grotere klankkast dan zijn kleinere broertje van de sopraan ukulele. En daardoor klinkt hij ietsjes luider en heeft hij ietsjes meer body aan alle kanten. En is de hals ook ietsjes langer, zodat je als je wat grotere handen hebt makkelijker kunt spelen. Voor de rest is deze ukulele hetzelfde gestemd als een sopraan ukulele. De concert en de sopraan zijn allebei GCEA standaard stemming. En tenor of een bas ukulele die zijn dan lager gestemd. Het enige verschil dus tussen de concert en de sopraan is dat de concert deze dus ietsje groter is. En dat zijn echt maar enkele centimeters op de hele ukulele zelf. Dus daarin kan je een mooie keuze maken. Heb ik wat kleinere handen of speel ik of koop ik mijn ukulele voor mijn kind bijvoorbeeld? Dan is de concert, nee, de soprano misschien handig. Ben je wat groter of heb je grotere handen? Dan is de concert wat handiger. Al met al hoop ik dat je van deze video wat beter een indruk heb kunnen krijgen van deze ukulele. Er staat ook natuurlijk een linkje voor je klaar in de omschrijving van deze video. Als je daarop klikt, kom je op de productpagina van onze website voor deze ukulele. En kan je alles nog even rustig nalezen en eventueel modellen met elkaar vergelijken. Of hem meteen in je winkelmandje zetten en dan kan je hem gelijk bestellen. Wordt zo snel mogelijk bij je thuis bezorgd. Bedankt voor het kijken. Geef alsjeblieft een like en abonneer op ons kanaal. En dan zie ik je graag bij de volgende video weer.